Mijn naam is Bart Klaas, ik ben 30 jaar en ben afkomstig uit Rumst. En ik werd op 26 mei hier in het Vlaams parlement verkozen voor het Vlaams Belang. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, ik was de afgelopen jaren al een beetje politiek actief. Eerder achter de schermen bij de partij bij het Vlaams Belang. Ik was daar verantwoordelijk voor sociale media, onze strategie op sociale media. En ben zo ook in aanraking gekomen met honderdduizenden mensen, Vlamingen, kiezers, die elk hun verzuchting hadden en problemen hadden. Ik heb daarna geluisterd. En dat heeft me er deels ook wel toe aangeduwd om mijn kandidaat te stellen bij de afgelopen verkiezingen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Die was eigenlijk vrij emotioneel, maar ook wel rustig voor mij. Emotioneel, waarom? Het was toch wel een moment waar ik de afgelopen 4 jaar effectief 1 dag naartoe heb gewerkt. Die verkiezingen, we moesten die winnen als partij. Vorige verkiezingen was het Vlaams Belang eigenlijk heel klein geworden. Dus het was als erop of eronder voor ons, overleven of niet. Dus als we dan zo'n mooi resultaat neerzetten, een resultaat dat ook veel beter was dan verhoopt. Een maand voor de verkiezingen peilde de VRT ons nog op 9%. We hebben 18,5 gehaald, meer dan dubbele. Dus dat was toch wel vrij emotioneel. Maar ik ben ook wel vrij vroeg gaan slapen die avond. Want de avonden ervoor of de dagen ervoor ben ik eigenlijk permanent wakker geweest. Alles nog opvolgen op sociale media. Het was wel een beetje een ontlading ook wel. Dus ik ben vrij vroeg gaan slapen en ik heb vrij goed geslapen zelfs die dag. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, zeker van de partij, absoluut. Zoals ik net al zei, bepaalde media peilen ons een goede maand voor de verkiezingen of een paar weken voor de verkiezingen op een veel minder resultaat, dat ook al goed was. Maar op verkiezingsdag zelf, ja, de kiezer heeft het laatste woord. Die gaf ons een veel beter, een veel groter mandaat. 18,5% van from zero to hero. We waren nu de kleinste fractie in het Vlaams parlement met 6 zetels. Nu hebben we er 23, 18,5%, 23 zetels. Dat maakt dat we de tweede grootste fractie zijn. Ook federaal in de Kamer zijn we enorm hard vooruit gegaan. Europees van 1 naar 3 zetels. We hebben een geweldig resultaat neergezet. Maar dat brengt natuurlijk ook heel veel verantwoordelijkheden met zich mee. Heel blij, maar ook tegelijkertijd heel nederig en dankbaar. Met vertrouwen dat veel kiezers ons hebben gegeven. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Goh, best veel, hoewel ook veel meer ervaren rotten mij al hebben gezegd dat ik me niet te veel illusies moet maken dat politiek of het politieke proces, het parlementaire proces, tergend traag kan gaan, maar desalniettemin heb ik toch wel veel verwachtingen. Ik ben me nu ook al aan het inlezen in bepaalde beleidsdomeinen. Ik wil me graag bezighouden met mobiliteit, leefmilieu, energie, mobiliteit. Ja, het kan stukken beter. Zowel het openbaar vervoer als het privévervoer over de weg zijn in Vlaanderen eigenlijk een volledige ramp. Zeker als je het gaat vergelijken met onze buurlanden. Leefmilieu, als ik zie wat mijn goede vriend, de Vlaamse bouwmeester, tegenwoordig allemaal is aan het uitkramen, denk ik dat we daar ook nog heel veel werk in gaan hebben. Dus ik ben me er absoluut goed op aan het voorbereiden. Ik maak goed gebruik van de iets rustigere zomermaanden. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee. Politiek is vrij fulltime. We worden er als parlement dit ook bijzonder goed voor betaald. Dus het lijkt me logisch dat ik het meeste van mijn energie volledig ga focussen op dat parlementair mandaat. Maar als de partij zelf ook nog andere dingen van mij vereist die ik achter de schermen kan doen, wil ik dat gerust ook doen. Maar dit is toch wel de main focus voor mij de komende 5 jaar. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Voorlopig heb ik daar nog niet zo heel veel van gemerkt, buiten het feit dat ik soms word erkend of zelfs aangesproken door wildvreemde mensen. Ook op de trein of op de bus. En dat is voor mij wel even schrikken. En voor mijn vriendin die er dan misschien bij is, is dat ook wel even schrikken. Maar voor de rest is er eigenlijk helemaal nog niet veel veranderd in mijn leven. Maar ik denk ook wel dat mensen die positief tegenover u staan ook wel u eerder zullen aanspreken dan
politieke tegenstanders of mensen die ander politiek gedachtegoed hebben. Het is mij ooit wel eens overkomen in het verleden dat iemand op de trein naar mij is beginnen roepen, maar dat was een dronken syndicalist, maar dat was een geïsoleerd geval, denk ik. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Wel, wij zijn met de slogan eerst onze mensen naar de kiezer getrokken. De bedoeling is dat wij een Vlaanderen creëren waarin onze mensen opnieuw op de eerste plaats komen. Dat willen wij omzetten in beleid. Onze mensen terug op de eerste plaats krijgen. Dat is waar de kiezer ons over 5 jaar op mag afrekenen of niet.